Eindelijk is de Jan Linders supermarkt op de Aalsterweg geopend. Met muziek, bloemen en proeverijtjes kwamen de eerste klanten naar de supermarkt op het Calvano-terrein. Een prachtige, drukke weg hier langs met veel woon-werkverkeer. Daar hopen we natuurlijk ook veel klanten mee te winnen. Met ik geloof 120 parkeerplaatsen rondom het pand. Dus ja, wie wil daar niet zitten? De winkel is helemaal af. We gaan nog een paar dingen doen. In overleg met de gemeente wordt de bestrating iets aangepast. Zodat het makkelijker en veiliger is om op de parkeerplaats te komen. En er komt nog een toegang bij voor de fietsers. Dat zijn de laatste dingetjes die we nu gaan doen. Maar de winkel staat er en je kunt zien wie Jan Linders is. Het duurde even voordat de supermarkt er mocht komen. Want het college was bang dat de herontwikkeling van de winkelstrip op de Heeserweg in gevaar zou komen. Uiteindelijk besloot de raad dat de Jan Linders supermarkt er toch mocht komen. Het heeft nogal wat werk gekost met inderdaad hier te mogen komen. Rechtszaken die nog zijn aangespannen. Gelukkig voor ons allemaal goed uitgevallen. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat we nu eindelijk de deur kunnen openen. Daar zijn we ontzettend blij en trots op. En het zegt ook wel iets dat de concurrent ons hier eigenlijk niet wilde hebben. Dat ze een rechtszaak vooraan wilde spannen. Ja. Wij gaan altijd, elke één of twee keer in de week komen we altijd bij Jan Linders. Bent u blij met de Jan Linders in de buurt? Ja, ik ben heel blij, ja. Komt u hier ook uit de buurt? Hier net achter. Nou, is er sprake van een Albert Heijn hierachter, heb ik gehoord. Gaat u daar? Die zal het wel van leiden, ja. Niet duren. Ja, want zijn ze u kwijt? Ja, dat heb ik zeker. Ja, de Albert Heijn ligt hier achter. Dus ja, dan ga je daar automatische boodschappen doen. Maar dit is nou iets dichterbij. Ja. Dus, gaat u hier voortaan heen? Afwisselen denk ik wel, ja. Absoluut.